Goedemorgen, ik ben Bert Lauwers, decaan van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. En ik sta op dit moment hier voor het station van Brugge en ik zal straks een driedaagse fietstocht maken door Vlaanderen. Niet de klassieke ronde van Vlaanderen, maar mijn eigen ronde van Vlaanderen, waarbij ik alle campussen zal bezoeken waar we de opleiding industrieel ingenieur aanbieden. En de verschillende campussen die we gaan bezoeken zijn dus eerst Brugge, daarna onze campus in Gent, vervolgens onze campus in Aalst. De dag daarop rijden we door naar de campus Den Haaier in Sint-Katelijne-Waver, bij Mechelen, vervolgens onze campus in Leuven, campus groep T. En de dag daarop rijden we dan door naar de campus Geel en eindigen we op onze campus in Diepenbeek. En ik wil jullie bij deze tocht uitnodigen om met mij mee te rijden en uiteindelijk te proeven van de veelheid van expertise, opleidingen die wij aanbieden op de verschillende campussen. Ik zou zeggen, laat ons vertrekken. Ja Brecht, dit ziet er heel mooi uit, een zandbak waar we een en ander kunnen mee simuleren. Zeker het gedrag van het water als het regent enzovoort, zeker hier aan de kust. Een toepassingsvoorbeeld binnen deze zandbak zou kunnen zijn dat we de haven van Zeebrugge in het zand namaken om dan het getijde te simuleren, om zo de stroming van het water rondom de golfbrekers te kunnen modelleren, om te weten waar zijn nu juist de hoogste stromingen. Bijvoorbeeld in het kader van zwemveiligheid. Dus deze zandbox is gebouwd door de studenten tijdens een projectwerk. Die zijn van nul gestart. Die hebben een Xbox-console aangekocht, een computer aangekocht en een projector. En dan alles geïnstalleerd, software geïnstalleerd en gekoppeld met het stromingsmodel voor het water. Ik zie hier heel wat mooie technieken, de drones, ook bekend bij jongeren, vermoedelijk ook gemaakt door studenten in het verleden. Wat doen we nu net specifiek en wat is juist de bijdrage wat onze studenten kunnen leveren? Wel, drones is natuurlijk een nieuwe technologie die zeer interessant is. Dat willen we ook aanbrengen aan onze studenten. Verder doen wij ook wedstrijden met deze drones, maar dan wel voor de studenten in de samenwerking met andere universiteiten en ook tegen andere universiteiten uiteraard. Ja, dus deze drone-toestellen of apparaten zijn dus door studenten ontwikkeld, maar dat doen we ook samen met studenten van een andere campus, is het niet? Ja, inderdaad. Zeker die wedstrijd waarover ik sprak, de Dassault Challenge, doen wij in samenwerking met de campus Den Haaier, waarbij dat ze in Den Haaier meer expertise hebben op vlak van programmeren en automatisatie. En hier hebben we dan meer de expertise op aerodynamica en de endurance van de drone zelf. We zijn gearriveerd op Technologiecampus Gent daarnet. Bert, welkom op onze Technologiecampus hier in Gent. Ja, we verzorgen hier al 40 jaar aan een stuk de opleiding industrieel ingenieur. Het is mooi om dit apparaat of een fiets voor het vervoeren van goederen te zien. Wat is net de bedoeling? We proberen hier aan onze studenten te leren hoe ze machines moeten ontwerpen. En wat zijn nu de toepassingen van deze driewieler met heel wat mogelijkheden om te vervoeren?
Dat is hier iets heel praktisch. Hè. Als je hier bijvoorbeeld in Gent kijkt, het centrum van Gent wordt heel moeilijk bereikbaar met bestelwagens. De bedoeling is dat bedrijven, winkels en particulieren gaan bevoorraden met zo'n elektrische cargofiets. Ik heb gehoord dat ik nu met deze fiets moet gaan rijden. Dat kwam ons goed uit dat hier passeert, want we hebben hier nog wat producten voor de cafeteria die naar de overkant van de campus dus moeten gebracht worden. En als wij een vrijwilliger kunnen vinden om dat te vervoeren, zou dat heel goed uitkomen. We zijn hier in de proefbrouwerij. Wat doen jullie hier specifiek? De brouwerij staat hier eigenlijk voor drie redenen. De eerste reden is uiteraard de opleiding. Dus onze studenten biochemie, die gaan in hun laatste jaar, hebben ze een verplicht vak, malterij, brouwerij. En ze zullen hier allemaal komen, niet alleen de theorie volgen, maar ook de praktijk gaan doen. En om de praktijk te gaan doen, hebben we uiteraard een brouwerij nodig. En we hebben een van de meest geavanceerde brouwerijen ter wereld, waar dus de studenten kunnen mee kennis maken om gans dat proces eens uit te voeren op 500 liter schaal. Dag Johan, we zijn net gearriveerd op Campus Aalst. Wat is typisch aan onze campus? Wel, de campus in Aalst is eigenlijk een kleine campus. Het is een campus waar studenten starten met de opleiding. Dus ze kunnen hier de eerste drie semesters volgen van de opleiding, het gemeenschappelijke gedeelte. En van hieruit gaan ze dan verder naar een andere campus. Wat ik ook zie als ik het hier naar de campus kijk, is heel wat kunstwerk. Kunt u daar iets meer over vertellen, over die kunst? Ja, dat is een kunstwerk dat is gemaakt door een Aalsters kunstenaar, Sylvain Schuilenberg. En hij heeft het gebouw bekleed met panelen. Het totaal oppervlakte is meer dan 1000 vierkante meter. En wat staat er eigenlijk op? Wel, je ziet aan de buitenkant van het gebouw wat er allemaal in de binnenkant van het gebouw gebeurt. Dus dat betekent ook dat ingenieurs en kunst, dat toch een stukje samengaat? Ik denk het wel. Ja, we zijn aan het einde van onze eerste dag, de eerste dag van onze tocht door Vlaanderen. We hebben zo'n 80, 85 kilometer gereden, een drietal campussen bezocht. En we kijken alvast uit om morgen terug te starten met een nieuwe etappe richting Sint-Katelijne-Waver om onze campus De Naaier te bezoeken. Goedemorgen iedereen, we zijn klaar voor dag 2. We vertrekken binnen enkele minuten. U ziet, we zijn er goed opgeladen voor. Ik heb tijdens mijn campusbezoek hier op Campus De Naaier ook een foto van mezelf ontvangen die op een of andere manier behandeld geweest is. En ik heb even nagevraagd aan Christophe hoe dat in elkaar zit. Christophe, als we naar die foto kijken, lijkt een heel mooie foto. Kunt u daar iets mee vertellen wat daarmee gebeurd is? Ja, klopt. Dus dit is een foto van uzelf zoals u ziet, maar hij is inderdaad getransformeerd. En in dit geval in een bepaalde schilderstijl. Dus dit is de foto van uzelf getransformeerd, zijnde geschilderd als Monet, dus de schilder Monet. Dus we hebben daarvoor een algoritme ontworpen, een neuraal netwerk dat ik leert op basis van heel veel voorbeelden hoe een schilder schildert en die dan kan toepassen op allerlei nieuwe foto's. Arnoud, ik heb op deze campus een bijkomende challenge gekregen. Ik heb dit stukje, of toch onderdelen, moeten lassen. Ik doe dat zelf ook graag, maar kunt u iets vertellen? Lastechnologie en verbindingstechnieken, zit dat ook in de opleiding industrieel ingenieur? Ja, absoluut. Hè. Dus de verbindingstechnologie is een deel van de opleiding industrieel ingenieur hier op deze campus. Waar dat wij vooral binnen het veld van lasttechnologie de aandacht leggen op weerstandslasttechnologie en massaproductieproces dat in de automotive heel veel toepassingen vindt.
Sabine, we zijn hier op Campus Groep T, onze campus in Leuven. Kan je iets vertellen over de eigenheden, de typische aspecten van Campus Groep T? Wel, ik denk dat we in de eerste plaats kunnen aan denken dat wij toch de internationale campus zijn van onze faculteit. Wij geven onze opleiding zowel in het Nederlands als in het volledig in het Engels. En we proberen die beide groepen studenten zoveel mogelijk samen te laten werken naarmate ze verder in het traject gevorderd zijn. Ja, Paula, u hebt mij straks een en ander uitgelegd over deze wagen, de Formule Electric. Het is vooral de tool van zelf leren, maar binnen het team kun je ook businessrelaties gaan opbouwen. Dus echt management communicatie skills opbouwen, zoals vandaag eigenlijk op events aanwezig zijn. Maar het hoofddoel is vooral eigenlijk zelf leren binnen het postgraduaat. Als ik naar zo'n wagen kijk, daar komen daar toch ook veel disciplines bij te pas. In die zin elektromechanica, elektronica, ICT, materiaalkunde enzovoort. Dus dat is volgens mij toch een typisch voorbeeld van interdisciplinariteit. Ja, zeker en vast, want het is ook eigenlijk de samenwerking van alle disciplines. Want die van chemie moet dan eigenlijk samenwerken met elektromechanica. En alles moet perfect in elkaar vallen om een werkende wagen te hebben. Onze studenten van tweede jaar, tweede fase. Ik ben nu in Leuven. We hebben net Campus Groep T bezocht. Maar ik heb ook even de tijd genomen om onze rector uit te nodigen. Hij is daar graag op ingegaan. Meneer de rector, ik ben dus bezig met mijn fietstocht door gans Vlaanderen. Wat is voor u het belang van al deze campussen in Vlaanderen te hebben? Laat mij u toch eerst, beste decaan, beste Bert, feliciteren voor dit prachtige initiatief en de eer is volledig aan mijn kant. Ik vind het heel mooi dat op die manier toch verbinding gecreëerd wordt tussen de campussen. De aanwezigheid van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen over heel Vlaanderen, Brugge, Gent, Diepenbeek, Sint-Kathelijne-Waver, Geel, hier in Leuven, is voor ons toch erg belangrijk omwille van niet alleen de mogelijkheden voor studentenrecrutering op vele plaatsen, maar ook het onderzoek brengen op vele plaatsen en vooral heel nabij bij het Vlaamse bedrijfsleven. Ja. Dus die lokale verankering, de lokale inbedding is voor mij heel erg belangrijk. En zoveel campussen hebben is daarbij een ongelooflijke troef. We zijn hier terug in Leuven. Wij gaan straks eventjes binnen in het stamcafé van onze industriële ingenieurs een pintje pakken. Het sociale aspect voor het studentenleven, hoe staat u daar tegenover? Is cruciaal en natuurlijk eigen aan een stad als Leuven, maar eigenlijk eigen aan alle steden waar we campussen hebben. Studenten is altijd meer dan studeren alleen, zolang het maar in een goede balans gebeurt met het leven buiten dat studeren. Het is trouwens hier een gezellige plek, ongetwijfeld. Recup, jullie studentencafé, twee deuren verder, Politica, mijn vroeger studentencafé. Dus ik ken deze buurt erg goed, waarmee ik meteen verklap dat ik vroeger die balans ook wel opgezocht heb. Maar ook gevonden, en dat vind ik erg belangrijk. We zijn op het einde van dag 2. We hebben vandaag terug twee mooie campussen bezocht die heel wat te bieden hebben binnen onze faculteit, ook naar de opleidingen toe. De fietstocht was evenzeer goed met heel wat kilometers. De zon zat er iets minder bij, wat meer bewolking. Maar het was toch wel fantastisch om terug die tocht te doen. En we kijken alvast terug naar morgen vroeg om onze laatste dag te starten. Goedemorgen, we zijn aan het begin van dag 3. Zoals u kunt zien staan we hier aan het station van Leuven. Ik heb hier ook overnacht en ik ga straks de tocht starten naar Campus Geel om vervolgens dan deze namiddag richting Diepenbeek te rijden. Tot straks.
Filip, ik heb net een aantal mooie aspecten in uw bedrijf gezien. Kunt u even nog toelichten wat jullie hier juist doen? Ja, Skillpot, dat is een modulair houtbouwbedrijf. Wij produceren kleinschalige woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. En dat doen we hier in een fabrieksomgeving. Dus wij bouwen eigenlijk modulaire woningen. U bent zelf industrieel ingenieur, afgestudeerd aan de faculteit. Zijn er een aantal elementen die je daar geleerd hebt, die u uiteindelijk gezegd hebben van ja, dat interesseert mij? Zeker, ik denk de basis die we krijgen, dus de technische achtergrond en ook de commerciële achtergrond die je meekrijgt van op de schoolbank, ik denk dat een heel goede basis is voor het ondernemerschap. Daarbij ook het pragmatisch denken en het doorzettingsvermogen dat je als student nodig hebt, zijn allemaal goede basis om een ondernemer te worden, denk ik. Ik mag u alvast proficiat wensen, want u bent dit jaar ook ondernemer van het jaar geworden in de regio Limburg, ja. Begrijp ik. Het is een persoonlijke prijs, dus er werden naar meerdere aspecten bekeken dan puur het bedrijf. Het bedrijf is daar één van, maar ook naar de persoon, hoe dat je het bedrijf opstart, hoe dat je het bedrijf leidt en ja, hoe dat je omgaat in de bedrijfswereld eigenlijk. Ja. We staan hier voor Cocoon 2020. 2440. We staan hier in Geel, in het centrum van Geel. Cocoon 2440 is een KU Leuven gebouw in de stad. We hebben hier een co-working, co-creation en ondernemerschapsruimte hier in het centrum van Geel. Het heeft eigenlijk twee doelstellingen. Wij willen enerzijds het ondernemerschap bij de studenten en de jongeren in Geel stimuleren. En zij hebben niet alleen de ondersteuning op het ondernemerschapsgebied, maar wij hebben ook een atelier ter beschikking. Dus men kan hier eigenlijk als student en jongere komen werken aan projecten en samen ja, zaken realiseren. Ja. Ik heb hier net een aantal meelwormen mogen bakken. Natuurlijk, dat is hier in een keuken enzovoort, maar kun je mij even uitleggen hoe dit soort activiteiten passen in een opleiding die wij aanbieden op de campus Geel, zijnde de master in de voedingsindustrie? In ons masterjaar voedingsindustrie hebben we een vak dat heet productontwikkeling en ondernemerschap. Begin van het academiejaar krijgen ze een opdracht om een eco-innovatief product te ontwikkelen. En ze gaan dat hier met de uitrusting die hier staat, gaan ze prototypes ontwerpen. Dus onze ingenieurs die afstuderen in deze richting, die zijn wel perfect gevormd om uiteindelijk naar de toekomst na te denken van hoe onze voedselketen en hoe dat alles er moet een stuk uitzien. Onze studenten zijn klaar om de uitdagingen aan te gaan die de industrie van ons vraagt om innovatief, creatief te zijn. Ja, Greet, we zijn hier in een lokaal, een labo, met heel wat infrastructuur, meetinstrumenten. Kunt u iets meer zeggen wat we hier specifiek doen? Ja, wij doen hier onderzoek naar de ontwikkeling van elektronica, die eigenlijk in extreme omstandigheden moet blijven werken. We hebben eerst en vooral natuurlijk de bachelorproeven en de masterproeven, waar ze eigenlijk een heel project rond deze activiteiten uitwerken. En dan zijn er ook nog specifiek in de elektronica-richting, ter vakken in het masterjaar, echt gericht op het ontwikkelen van deze componenten. Wat zijn de eigenheden van deze campus? Ik denk dat Campus Diepenbeek een beetje een bijzondere positie inneemt in de multicampusfaculteit, omdat we hier samenwerken met de Universiteit Hasselt. Dat wil zeggen dat we het volledige programma gezamenlijk aanbieden en dat de student ook kan kiezen uit een brede waaier. En ik denk toch wel dat we erin slagen om de sterktes van de twee universiteiten aan te bieden aan onze studenten hier. Ja. Dat betekent wel dat als de studenten hier aan hun opleiding bezig zijn, dat ze toch wel binnen onze multicampusfaculteit eventueel een keuzepakket op een andere campus kunnen volgen. Ja, dat is helemaal zo. Wij doen dezelfde activiteiten om studenten te laten uitwisselen, om te proeven van de andere campussen, om eventueel een keuzevak op een andere campus op te nemen. Dat kan perfect.
En we nodigen natuurlijk ook alle andere campussen uit om naar hier te komen, om hier een beetje bij te leren. Erik, ik heb daar net met deze mobiele robot een aantal taken mogen uitvoeren. Kan u iets meer zeggen wat we hier juist doen op de campus of wat u hier doet op de campus? Ja, we zijn hier in de onderzoeksgroep ACRO. En ACRO staat voor Automatisering, Computervisie en Robotica. En wij passen eigenlijk nieuwe sensortechnieken, nieuwe algoritmes toe in allerhande robotapplicaties. En als je spreekt over applicaties of toepassingen, welke toepassingen zijn dat? Dat zijn toepassingen in heel wat sectoren, zoals de landbouw, de logistiek, de maakindustrie. Dat zijn eigenlijk de hoofdsectoren waar wij momenteel op focussen. Studenten worden heel nauw betrokken bij die projecten, bijvoorbeeld via allerhande toepassingsgerichte masterproeven, maar zij krijgen ook de kans om in de opleiding zelf, in de verschillende opleidingsonderdelen, hands-on met die robots te werken. We zijn op het einde van dag 3. Het is ook het einde van mijn driedaagse fietstocht langs heen alle campussen in Vlaanderen die onze multicampus faculteit telt. Ik hoop dat jullie tijdens jullie studie ook de interesse hebben om ook eens langs andere campussen te gaan en de mogelijkheden daar te verkennen. Het is een drietal weken geleden dat ik mijn fietstocht heb uitgevoerd. Ik kijk er zeker met genoegen naar terug. Welkom aan onze faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen op één van onze campussen in Vlaanderen. Veel succes met jullie studies.